Voor de problemen in bijvoorbeeld de huisartsenzorg, wijkzorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg zouden ze een belangrijk deel van de oplossing kunnen zijn. Maar verpleegkundig specialisten in ons land voelen zich vaak niet begrepen. Hun toegevoegde waarde is onvoldoende bekend bij patiënten, maar ook bij collega's. Dat blijkt uit een nieuwe documentaire van de Enschedese Gwen Mulder, die vanaf aankomende zaterdag 4 november wereldwijd online te bekijken is. En in die documentaire zien we ook verpleegkundig specialist Louise Lenting-Mulder, uw losser. Louise, welkom. Dankjewel. Je bent een van de vier hoofdrolspelers in die documentaire. Klopt. Is dat een wat overheerst? Is dat een eer of is het vooral gewoon het gevoel van ja, het is gewoon ook heel erg nodig? Ja, combinatie van beide. Maar ik ben wel heel erg trots dat het mooie vak van de verpleegkundig specialist, dat ik dat nu kan laten zien aan het grote publiek. Dus vooral heel trots. We hebben een stukje van de trailer. Of tenminste, we hebben de trailer om een beeld te krijgen van die documentaire. Even kijken. Ja. Rianne Robijn, wat voor functie heeft ze eigenlijk? Je loopt, hè? Zeg niet dat het niet waar is. Waar ben je dan? Er blijken inmiddels al zo'n 5000 verpleegkundig specialisten in ons land actief te zijn. Maar wie zijn ze? En vooral, wat doen ze? Ja, slanke benen, joh. Dan kan ik de putjes indrukken, hè? Probeer eens even met open mond diep te zuchten. Ik hoor nog steeds veel vocht. Ja, maar hoe moet je dat doen dan? Ja, dialyseren. Tomme maat doen. U nam het niet goed in, begrijp ik dat goed? En waarom niet? Het is ook beter voor u, hè? Zoals ik al aangaf. Ik heb iets meer tijd voor de patiënten. Wij mogen zelf bepalen welke klachten wij zien. Betekent dat ook dat ze niet per se onder supervisie hoeven te werken van een arts? Ja, dat klopt. Nou, eerst zien en dan geloven, hè? Nou, wat soms jammer is, dat ik eerst een tijd bezig ben om uit te leggen wat ik doe en wat mijn bevoegdheden zijn. Is het dan onze functie dan niet duidelijk? Of is het, ja, waar ligt het dan in? Hè? Waarom het goed is al dat ze het wel weten, is omdat de kans ondertussen zeer groot is dat ze op enig moment ergens met een verpleegkundig specialist te maken krijgen. Nou kom ik alleen niet met heel leuk nieuws, denk ik. Dat weet je niet goed. Niet opgeven, kom op. Er is tijd gekomen, er is tijd vergaan. En de tijd is nu gekomen, dan zeg ik dan. Nee, zo moet je niet denken, zo moet je praten. Ik snap u allebei, maar u bent degene die het moet ondergaan. Ja, precies. We zien een vrij heftig volgens mij gesprekken aan het eind nog. Dat is een van de dingen die jullie blijkbaar doen. Althans, dat is een van jouw collega verpleegkundig specialisten. Jou zien we zelf voorbij komen, Louise, met de tekst. En quote je even. Wat soms jammer is, is dat ik eerst een tijd bezig ben om uit te leggen wat ik doe en wat mijn bevoegdheden zijn. Ja. Als verpleegkundig specialist. Ik vind het wel vervelend, maar ik denk dat wij daar dan ook mee moeten beginnen. Nou ja, dat is denk ik ook de belangrijkste vraag. Ja. En een verpleegkundig specialist die begeeft zich eigenlijk op het snijvlak van de verpleegkunde en de geneeskunde. En als verpleegkundig specialist ben je daarmee ook bevoegd om bepaalde handelingen in dat medische domein uit te voeren. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan medicatie voorschrijven. Dus die combinatie van dat verpleegkundig domein en dat medisch domein, dat maakt samen de meerwaarde van de verpleegkundig specialist. Ja, maar in mijn hoofd, even als buitenstaander, is een verpleegkundige begeeft zich ook op het medisch domein. Maar wat is het verschil tussen die verpleegkundige, die dus niet verpleegkundig specialist is, en de arts bijvoorbeeld, zeg maar? Ja, een verpleegkundige die zorgt voor patiënten en die doet verpleegtechnische handelingen bijvoorbeeld, maar die kijkt ook al heel holistisch naar de mens. Dus naar de mens als geheel. In het medische domein, dus artsen, die doen veel op het gebied van diagnostiek en behandeling, bijvoorbeeld met medicatie of bepaalde ingrepen. En de verpleegkundig specialist, die heeft eigenlijk overlap in die beide domeinen. En wat heel belangrijk is, wat de verpleegkundig specialist doet, is dat hij eigenlijk in ogenschouw houdt wat is de betekenis van de kwaliteit voor leven voor deze patiënt. Dus dat gaat niet alleen maar over wat is iemands ziekte of beperking, maar wat is ook de betekenis van ziekte en beperking voor iemands leven. En op die manier de patiënt als geheel te zien. Want staat er een arts dan vaak omdat hij wat meer overzicht functie heeft, wat verder van de mensen af? Is dat de gedachte? Ja. Ik denk dat je het zo moet zien dat je vanuit die verschillende domeinen complementair bent aan elkaar. Dus
doordat je als verpleegkundig specialist bent opgeleid vanuit de verpleegkunde en heel erg gewend bent om echt naast die patiënt te staan, in ziekenhuistermen zeg je dan aan het bed. Maar daardoor ken je heel goed wat de zorgvraag van de patiënt is, de hulpvraag van de patiënt, en kan je daar heel mooi op aansluiten. Ja, ja, ja. Je bent een tussenschakel tussen die arts en die verpleegkundige. Ja, ja, je kunt eigenlijk daarmee verbinden. Ja. Ja, ik wou ook zeggen, van waarom bestaat de verpleegkundige specialist dan? We komen straks nog te spreken over dat, nou ja, dat je onbegrepen bent door patiënten, ook door collega's. Wat zou je daarover zeggen? Waarom bestaat die functie? Ja, het is gewoon een hele belangrijke, belangrijk aanbod in zorg van wat we hebben. Doordat het dat verpleegkundig en dat medisch domein met elkaar verbindt. Mm-hmm. En op die manier kunnen ook verpleegkundigen en artsen, doordat je die brug slaat tussen beiden, kan je beter samenwerken. Ja. En dan zien we ook, vlak voordat je dat zegt in die quote die ik net even zei, hè, over dat je vaak onbegrepen voelt, dat je eerst moet uitleggen wat je eigenlijk doet. Daar zien we een internist voorbij komen in de trailer en die zegt, ja, eerst zien dan geloven. Ja. En volgens mij gaat het dan over jouw werk bijvoorbeeld. Ja. En dan denk ik, ja goed, bij patiënten begrijp ik nog wel dat die patiënt soms niet weet wat doen die mensen eigenlijk allemaal in het ziekenhuis. Maar even, 26 jaar geleden werd jouw vak, verpleegkundig specialist, geïntroduceerd, begrijp ik. Er zijn 5000 verpleegkundige specialisten in Nederland. Dan vraag ik me af, hoe kan het nou dat het bij collega's in de zorgwereld nog niet bekend is? Ja, ja, dat is een heel goede vraag. Het beroep van de verpleegkundig specialist bestaat al, hè, zolang als jij net noemt. Maar dat heeft in de loop der jaren wel een ontzettende ontwikkeling meegemaakt, waarin we ook meer bevoegdheden hebben gekregen en waarmee onze rol in dat zorgdomein dus ook is veranderd. En in de laatste jaren zijn er steeds meer verpleegkundig specialisten bijgekomen. En ook vanuit de overheid wordt gezegd, die verpleegkundig specialist is zo belangrijk. We moeten dat eigenlijk, we moeten dat nog beter gaan inzetten. Ja. Dus ja, mensen weten het onvoldoende en daar willen we nu wat aan gaan doen. Ja, ja. Nou, brood nodig, want blijkbaar ik lijkt me ook heel frustrerend. Als jij erachter dat je aan een internist moet uitleggen van hoi, ik snap precies wat jij doet, maar ook wat die verpleegkundige doet. Ja, dat is frustrerend. Als je een opleiding hebt gehad, je hebt werkervaring, je weet wat je kan en wat je mag. En dat je dan soms in situaties dat mensen toch denken van zit het wel goed? Wat kan ik van je verwachten? Ja, dat is jammer, dat willen we niet. Ja. Maar wat is het gevolg dan? Even, want we kunnen natuurlijk op twee vlakken kijken. Eén is echt heel specifiek op de werkvloer. Mm-hmm. Andere kant misschien de bredere gezien de zorgketen. Maar als je kijkt op de werkvloer, wat maak je mee? Wat is het gevolg? Want ik zeg dat net even, het frustreert. Er zijn problemen in verschillende takken van zorg die jij misschien wel, hè, als verpleegkundig specialist kan oplossen. Op welk vlak zie je het misgaan? Dat je denkt, hier had ik toegevoegde waarde kunnen leveren. Nou, op het vlak waarvan ik denk, ik ben bevoegd om hier iets in te doen. Ik mag en ik kan hier iets in doen. Maar bijvoorbeeld, ik moet een huisarts bellen van een patiënt. En ik leg een situatie uit en ik doe een voorstel voor beleid. En die huisarts die zegt dan bijvoorbeeld, ja, ik begrijp het allemaal wel, maar ik zou toch graag nog even met de psychiater willen overleggen hierover. Oh ja, 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 precies. Ja. Wordt je werk eigenlijk overgedaan. Ja. En de psychiater heeft zijn handen vol. Ja. En dat is daar helemaal niet nodig. Ja, en dat is niet nodig. En gelukkig steeds meer andere zorgprofessionals die weten dan wel wat ze aan ons hebben bijvoorbeeld. Maar het is toch nog onvoldoende bekend. En dat is zonde, want op die manier maak je gewoon niet voldoende gebruik van iedereens krachten. Ja. En als je breder even uitzoomt, zeg maar, de zorgketen, wat doet het daarmee? Dat er dus 5000 mensen, nou ja, onbegrepen zijn door sommige andere collega's of patiënten? Ik denk dat bijvoorbeeld sommige zorgprofessionals onnodig druk zijn, omdat we ergens ook wel wat werkdruk kunnen verlichten. Mm-hmm. We zijn als verpleegkundig specialist, we zijn niet een vervanging voor bijvoorbeeld een arts. Zo moet je dat niet zien. We zijn echt onze eigen discipline. Maar ik denk wel dat we meer ingezet kunnen worden op plekken waar nu nog geen verpleegkundig specialisten werken, omdat ze het eigenlijk gewoon niet kennen. En dat is gewoon heel jammer. Dat is gewoon een gemiste kans. Dus het gaat er echt vooral om het verlagen ook van de werkdruk van de mensen die nu overbelast zijn, omdat er van allerlei
de psychiaters of mensen die beleid moeten maken of wat dan ook? Ja, je kunt daarin ondersteunen en de werkdruk verdelen, om het zo maar te zeggen. Ja. En daarbij heb je als verpleegkundig specialist ook een heel belangrijke aanvullende rol ten opzichte van wat een medisch specialist doet. En dat is meer aan het bed staan? Ja, dus die holistische blik. Ja. Dus kijken naar de mens als geheel. En niet alleen maar kijken naar wat is de diagnose en hoe gaan we dat behandelen. Maar ook kijken wat betekent die diagnose voor die persoon. Hè? Wat betekent dat in relatie met familie, met vrienden? Wat betekent dat voor iemands werk? Wat betekent dat voor iemands stemming? Hoe zit iemand erbij? Ja. Dus dan kijk je eigenlijk meer naar de mens als geheel. Het heeft ook toegevoegde waarde voor de behandeling zelf. Zeker. Niet zozeer om werk uit handen te nemen. Precies. Maar natuurlijk ander werk. Precies. Ja. Jij hebt ook meegewerkt aan die documentaire omdat je het belangrijk vindt om inzicht te geven in wat je eigenlijk doet voor eventuele nieuwe collega's. Ja. Ja. Ja, ik ben super enthousiast over mijn werk. En ik wil gewoon heel graag laten zien wat ik doe om inderdaad misschien wel jonge mensen te enthousiasmeren voor een baan in de zorg. En misschien ook wel te kunnen inspireren voor verpleegkundigen om te laten zien, je hebt carrièreperspectief. Je kunt heel veel doen. Ja. Want jij was ooit verpleegkundige. Ja. Dan heb je een hbo-opleiding, denk ik, of niet? HBOV is dat? Ja, klopt. En als je dus verpleegkundig specialist wordt, dan heb je nog een soort van attachment. Of wat heb je dan gedaan? Ja, dat is een masteropleiding. Dat heet de Master Advanced Nursing Practice. Mm-hmm. En daarmee word je verpleegkundig specialist. Ja, ja. En hoe lang ben je daarmee bezig geweest met die? Ik deed een studie van 2 jaar. Ja, precies. Ja. Ik neem aan, als ik jou zo hoor praten, dan was het voor jou een no-brainer eigenlijk om aan die documentaire mee te doen, mee te werken. Ja. 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 Want hij is gemaakt door Gwen Jansen, hè, van oorsprong Enschede. We zien hier even op het scherm. Even dat stapje te maken. Zij kregen zelf eigenlijk te maken met jouw vakgroep, met een collega, denk ik. Door een familielid van haar dat zelf ziek klopt. Was. Ja, klopt. En dat familielid van haar, dat noemde al door de verpleegkundig specialist en wat hij had betekend. Ja. En Gwen die wist eigenlijk niet wat die verpleegkundig specialist was. En ja, die is daar op onderzoek uitgegaan van wat doen zo'n verpleegkundig specialist en dat wil ik in beeld gaan brengen. En wat heeft ze dan precies in beeld gebracht? Want we zien volgens mij, we zien naast jou 3 andere overrolspelers. Je hebt allemaal andere takken van sport. Ja. Wat is er te zien in die documentaire? Ja, je ziet echt wat wij doen in ons dagelijks werk. Dus ze heeft echt op de werkvloer in beeld gebracht wat onze taken zijn. Maar ook hoe breed inzetbaar we zijn in die verschillende sectoren in de zorg. Maar ze heeft ook weergegeven waar we tegenaan lopen. Dus dat het nog te onbekend is voor patiënten en voor medezorgprofessionals. Dus ja, ook dat komt heel eerlijk in beeld. Ja, gewoon het verhaal wat jij hier vertelt, maar dan met in beeld. Ja. Wat is dan letterlijk wat mensen tegenkomen? Ja. Want jij bent zelf GGZ, werk je in GGZ, hè? Specialist, verpleegkundige specialist GGZ. Ik zag ook mensen voorbij komen die verpleegkundige specialist AGZ, algemene gezondheidszorg. Ja, is dat? Heel goed. Oké, okay, ja, wat voor smaak heb je dan allemaal in dat? AGZ en GGZ. Oké, okay, dat is het. En AGZ is natuurlijk heel breed, hè? Algemene gezondheidszorg, daar vallen veel verschillende domeinen weer onder. Ja. En ik ben verpleegkundige specialist in de GGZ. Heb je ook nog wat geleerd dan van het meewerken aan die documentaire? Misschien kijk je in de keuken bij de andere hoofdrolspelers of wat dan ook. Ja, wat is voor jou? Hoe is die ervaring geweest? Ja, zeker. Het heeft me ook wel weer enthousiast gemaakt om nog meer mijn eigen vakgebied uit te dragen. En hoe belangrijk het is dat je daarin niet afwacht tot dan de sector aan zet is of de overheid aan zet is. Maar dat je zelf als verpleegkundig specialist moet gaan vertellen wat je vak is, wat er zo fantastisch aan is. En waarom het zo belangrijk is dat we daar meer over vertellen. En dan komt dat via zo'n documentaire bijvoorbeeld bij Ernst Kuipers terecht. Die dan daar maar iets van moet gaan vinden en iets mee moet. Ja. 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 En wat heel jammer is, de overheid die wilde ook eigenlijk een campagne lanceren. Om dat belang van die verpleegkundig specialist nog beter naar buiten te brengen. Maar helaas omdat het kabinet demissionair is, is die uitgesteld. Okay. Dus daar moeten we helaas nog even op wachten. Ze moeten het met de documentaire doen en met jouw verhaal hier. Precies, aan tafel bijvoorbeeld. Ja. Wat doet het dan? Want je zit hier nu, aankomende zaterdag komt dat ding online beschikbaar voor wie hem wil bekijken. Dan moet je volgens mij iets voor neerleggen en dan kun je dat zien. Maar hij heeft al een tijdje gedraaid in filmtheaters, bioscoopzalen in heel Nederland. Klopt. Wat is de...
reactie van mensen? Ja, mensen zijn heel lovend. En wat ik heel leuk vond is dat de verpleegkundig specialisten die ik heb gesproken, die hem hebben gezien, die zijn heel enthousiast. Die zeggen, dit brengt eindelijk in beeld. Nu kan ik mijn familie laten zien wat ik doe. Terwijl dat ik, het is altijd zo moeilijk om te omschrijven. Of die internist. En nu kan ik het, ja, precies. En nu kan ik het laten zien. Ja. En aan de andere kant, niet zorgprofessionals die echt heel erg onder de indruk waren van wat we doen in ons werk. En die dat ook wel emotioneerde. En dan denk je ook wel wat mooi dat je mensen die van zo'n afstand kijken naar je werk, dat dan toch weer zo bijzonder vinden. Want dat vergeet je soms als je daar zelf dagelijks mee bezig bent. Als iemand anders dan zegt, jullie doen zo prachtig werk, dan denk je, ja, dat weet ik ook wel. Maar het is dan toch mooi als iemand je dat teruggeeft. Ja, ik kan me voorstellen. Die waardering is mooi. Aan de andere kant wil je het natuurlijk ook heel erg doen voor dat begrip. Die moet bij familieleden, misschien is dat goed. Maar aan de andere kant ook bij de mensen in het werkveld. Zit daar nog, is daar nog een beweging in gaande, ook door zo'n documentaire? Heb je reacties vanuit het ziekenhuis of wat dan ook? Ja, wat heel leuk is dat de film is al op veel verschillende filmtheaters in voorvertoning geweest. En heel veel mensen die daar zitten, die zeggen weer, ik wil hem op mijn werkplek ook vertonen. Dus op die manier verspreidt dat zich als een olievlek. En dan hopen we dat zoveel mogelijk mensen hem uiteindelijk te zien krijgen. Ja, het is uiteindelijk voor hen zelf ook gewoon beter als ze weten wat de toegevoegde waarde van de verpleegkundige specialist is. Ja. Waar is hij te zien vanaf aankomende zaterdag? Hij is on-demand beschikbaar via een website. Misschien kunnen jullie een linkje plaatsen. Ja, als we iets online zetten, zetten we er wel een linkje bij. Ja. Maar heb je hem beschikbaar zo of niet? De website, weet je hem uit je hoofd? Volgens mij is het impactainment.com. Oké. En misschien hebben jullie nog wel 40 minuten zendtijd over. Nou ja, goed, ik kan dat zeker overleggen. Ik bedoel, uiteindelijk gemaakt door een Enschedeze. Er speelt een losserse specialist. Ja, dat zou toch al voldoende genoeg aanleiding. We gaan het zeker weer, als je dat bij deze aanbiedt, dan gaan we kijken wanneer we dat kunnen gaan uitzenden. Nou, dat zou mooi zijn. Dus bij deze, dus ergens, ik denk dat dat gaat gebeuren hoor, binnenkort toch ook gewoon bij ons zeker een keer te zien. Louise Mulder, dankjewel voor je komst, voor je uitleg en succes met de missie, maar vooral ook veel plezier met je werk. Ja, jullie ook bedankt.